Oh, mag niet klagen, hè? Nee, dat dacht ik ook al. Mag echt niet klagen. Dus het gaat best wel lekker, maar ik ga eens even naar de waterkant. Ik ga voor de blikken mais erin flikkeren. Ik ga nog even wat boilies erin flikkeren. Want ja, de boilies die gebruik ik meestal als aardgas, maar zo'n hele zak van gekocht. En, ja, misschien kijken of we er nog wat koper op de stek kunnen krijgen. Dat zou mooi zijn, maar dat is altijd de vraag natuurlijk, dus we zullen zien. Anyway, snel alles pakken en dan even naar de waterkant voorvoeren. En dan over een paar dagjes lekker feederen. Ik sta aan de waterkant, zoals jullie zien. Beetje op mijn vaste stek. Ik heb er gisteren gevoerd. Ik ga er vandaag weer voeren. Ik heb voer in mijn tas zitten. Een zakje. Het zit er allemaal in, kijk. Kunnen jullie dat zien? Boilies en pellets. En dan gewoon een blikje mais. Mais. Gewoon een reguliere mais van de Appie. Ga ik er eens even in flikkeren. Even de mais erin. Zo, alles ligt erin. Afval even weer meenemen in een plastic zakje. Nu twijfel ik of ik te veel heb gevoerd, maar dat is natuurlijk altijd. Maar goed, ik ga ervan uit dat ik niet te veel heb gevoerd. Ik heb gehoord dat hier karper zou zitten, maar dat weet ik niet zeker. En ik heb in ieder geval boilies erin gegooid. Kijken of daar karper op afkomt. Ik denk voornamelijk brasem morgen. Maar het maakt niet uit. Ik heb van allerlei voer bij, pellets en mais en boilies en alles. Dus ik ga gewoon proberen. Ik heb er zin in, keep on fishing. Yeah. De dag des oordeels is aangebroken. Heeft het voorvoeren zin gehad of heeft het absoluut geen zin gehad? Heb ik te weinig gevoerd of heb ik te veel gevoerd? Ik zal het niet weten en waarschijnlijk weet ik aan het einde van deze dag ook nog niet. Want je weet natuurlijk, je hebt geen idee. Ja, ik denk als ze zeg maar helemaal niks vangen, dan heb ik wel overgevoerd. Want ik weet dat daar wel vissen zitten. Dus, maar als ik nou heel veel vang, ja, dan kan het natuurlijk door van alles komen. Maar ik ben benieuwd of ik op die boilies iets ga vangen. Want ik zeggen dat er wel kapers zijn. Ik heb daar echt nog nooit een kaper gevangen, dus vind ik wel gek. Maar misschien zeelt. Vorig jaar rond deze tijd heb ik daar een mooie zeelt gevangen. Misschien is het dat, maar ik ga uit van brasem, maar dat had ik al verteld. Nou, als die soepkip nog een beetje doorrijdt hier, dan move it, 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 move it. Dan gaat hij remmen. Oh. Dus even een stukje lopen naar de stek. 10 minuutjes of zo. Een kwartiertje. Voor veel witvissers is dat een no-go area. Het is gewoon te ver en ja, een stuk de berg af en zo. Met je kar, maar zolang ik nog een beetje conditie heb, moet ik dit wel kunnen doen, lijkt me. Moet ik met die zware kar hier de berg af. Kijken of dat gaat lukken. Het water staat heel ondiep. Dus ik hoop dat mijn schep net stil lang genoeg is. Ik heb de winkelpakketjes bij me deze keer. Kleine superlichte hengeltjes.
Oh, jongens, ik heb de hele dag de tijd. En het is pas om 9 uur of zo donker. Dus mij hoor je niet klaar. Natuurlijk weer alles in de knoop. Het is altijd mooi als je een knoop hebt. En dan denk je van kutzooi. En dan valt die knoop gewoon eruit, zeg maar. Onderleentjes. Daar. Ik heb deze gekocht van Guru. QM1 16 haakmaat 16. Prima voor de winkelpikker. Die dingen kreeg je alleen niet fatsoenlijk uit de hoesjes. Ik weet niet hoe Guru dat gedacht had, maar kunnen ze zo'n verpakking maken of ik doe natuurlijk iets verkeerd. Dat kan ook. Oh, die zit hier allemaal zo opgerold. Kijk hoe ik die eraf kreeg. Nou, ik heb er eentje af. Volgens mij is alle hele shit nu uitgerold. Ja. Dan onder eentje van Marcel Powergums, maar type 33. En daar deze Guru aan. Zo. Die zit. Even kijken of ik dit een beetje uit de knoop kan krijgen hier. Man, man, man. Veel mensen denken van dat het relatief zwaar onderlijnmateriaal is, maar dat is niet. Het is heel licht. Het wordt meestal voor de feeder gebruikt, omdat je met de winkelpikker toch iets lichter vist normaal. Maar ik heb natuurlijk een onderlijn van 15 inch straan, 38 centimeter. Nou, dit ding weegt niks, dus kun je eigenlijk zo mee aan de slag. En hier een korfje aan doen. Curfje. Even kijken, 20 gram korfje. Die zijn als een werpgewicht tot 40 gram. Wat voor zo'n licht hengeltje best wel substantieel is. Natuurlijk. Dus kun je toch nog wel wat voer mee wegzetten. Oh, hangende takken. Kom op. Naartoe. Oh, los. Dus kun je toch nog wel wat voer mee wegzetten. Dat zijn nog geen goedkope hengeltjes. Ik denk €200 per stuk voor een winkelpikker. Ja, goed, rijk word ik toch niet, dus even kijken, dat zit er allemaal op. Allemaal oude mensen die hier aan het fietsen zijn. 60 ogen en 2 tanden. Ja, fiets wel lekker door. Deze een chuckmuis doen om mee te beginnen. Krijg je altijd van het kontje zo schuin er doorheen dat die de heer zeg maar een beetje helemaal bedekt is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt, maar who knows. Ik ga geen korfjes voeren, want ik heb onze vervoering geflikkerd. Als ze er nu nog niet zitten, dan weet ik het ook niet meer. Voelt als een dikke kaper op deze hengeltjes. Dat is wel mooi, hoor. Mooie vis. Mooie visserij uit. Ik kan er niet naar doen. Mooie visserij uit. Ja, kijk, een mooie blazem. Hoppatee. Blij mee.
blimey blimey. Dit was op de gewone mais. Toch weer, het beste voer wat er is, jongen, gewone mais. Kijk eens een beetje langs de kant komen hier. Mooie van die weerhaakloze haakjes is. Die haal je zo eruit. Niet te wild, jongen. Een dikke lap. Dikke lap, jongen. Weer. Mooi. De eerste is binnen. Dat is mooi. Geeft hem toch weer een soort vertrouwensvis, zeg maar. Mooie brasem. Is een beetje lastig scheppen hier langs de kant, maar is wel te doen. En die had ik uiteraard weer op de gewone mais. De gewone mais blijft toch gewoon echt super aas, zeker voor brasem, moet ik zeggen, tenminste dat is mijn ervaring. En ik heb eentje heb ik nou een boilie aangedaan, omdat ik er gisteren ook wat boilies in geflikkerd had. Ik denk dan misschien dat er nog wat een zeelt of kaper tussen zit dadelijk. Maar ik verwacht eigenlijk alleen maar brasem. Maar de aanbeten zijn nog niet, het is nog niet wild. Eén aanbeet gehad nu, zit nu een kwartiertje. Dus het kan nog wel een kant op hoor, daar niet van. Ik heb er wel vertrouwen in. Maar ja, ik ben wel blij met mijn opstelling, met mijn hengelopstelling. Ik had eerst zo'n feederarm aan de stoel zitten. Hè. Dan had je zeg maar de backrest had ik aan de stoel en die feederarm aan de stoel. En dan lagen die hengels op. Ja jongen, als ik een scheet voelde aankomen, begon dat ding al te wiebelen, jongen. Dat vond ik echt kut. Dus ik heb nu een beetje een tussenoplossing. Ik heb nu een statief. En dat staat gewoon op de grond, staat vast en de buttrest zeg maar, zit aan mijn stoel. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, zo zit het nu. Ik heb hier mijn armrest. Daar is mijn tripod. En als ik beweeg, gaat het hengels wel een beetje, maar niet zo belachelijk veel. Ik heb een nieuwe thermoscan gekocht, deze. Van Tefal, een soort rubber. Stoot vast, staat op wat je allemaal in kunt doen aan koffie, espresso, café Cubana, latte macchiato. Dat is mooi, ik denk ik koop er eentje waar van alles in kan. Maar ik was die thermoskan een beetje zat, weet je wel, die gaan altijd, altijd stuk. Oké, en hier gaat een liter in. Die thermoskan dan. Ja, die draaien dan en dan gaan ze niet dicht of zo, weet je, dan blijven ze lekken. Echt zo de schurf staan van die goedkope toei. Deze kostte €34. Dat is veel geld, maar dat is voor in de visvakantie in juni.
beetje verschillende soorten aas uitproberen. En nu een, kijken of ik een pallet kan inzetten. Ik heb we hebben een beetje schat, allemaal op de mais en allemaal op de rechterhengel. Dus ik heb die linkerhengel ook wat naar rechts gegooid. En er zit nu ook mais aan, maar ik ga hier toch even met een pallet aan de slag. Dus ik ga deze even binnenhalen. Dan gooi ik hem toch weer op die oude plek recht vooruit. En niet bij die andere, dat geloof ik wel. Dan wordt het een beetje te druk. Kijk, hier heb ik gewoon twee maiskorrels aanhangen. En dat gaat nu de pellen dan. Dat is een halibut pellet. Volgens mij over de knoflook, een van de twee. Maar die zijn al meer dan een jaar oud, dus ze zijn niet heel vers meer. Maar in mijn ervaring maakt het niet zoveel uit hoe vers een pellet is. Ik doe er in ieder geval wel wat halibut hees overheen. Van deze goe. Eigenlijk omdat ik toch alleen maar brasem verwacht vandaag. Een beetje smaken eraan is voor brasem altijd goed. Knallen we die daar. Ik gooi iets verder dan waar ik gisteren gevoerd heb. Oh zo, hallo. Want sowieso komt hij weer iets dichterbij te liggen op het moment dat hij zingt. Ik kan altijd een beetje binnen, dus even kijken. Ik haal deze ook nog even binnen. Een tijdje geen tikje meer op gehad. Dat vind ik toch echt fijne hengeltjes, jongens. Zo'n winkelpik is echt zo lekker klein. Zo. Kijk, hier zit nog gewoon de mais aan, zoals jullie zien. En dan deze. Doe ik dan iets wat ik nu gekocht heb. Deze goo. Corn Twist Bait Smoke. De smaak van de mais nog net iets flink te versterken. Niet iets, maar flink te versterken. Zo. Dan pleuren we die weer op de plek waar die hoort te liggen. Poets. Dat is even een beetje ingekakt. Ik gooide net de korf in, maar tijdens het zinken had ik al beet. Maar verder nog wat tikjes gehad, maar niks substantieels. En boy is geprobeerd, chuck mais is geprobeerd, gewone mais geprobeerd, pellets geprobeerd. Maar dat is nu gewoon even geen bijtuurtje nu. Het is ook middag, zal tegen de avond wel weer wat beter worden. Twee braasjes gevangen tot nu toe. Redelijke formaten. Dus dat is wel netjes, maar ik hoop eigenlijk op meer. Ik heb het idee dat ik hier zoveel voer in gegooid heb dat alle vis nu compleet stijf gevreten is. Alleen die twee grote braasjes hadden nog een beetje honger, maar alle klein spul heb ik nog niet gezien. Ik heb nu wel een beet op mijn rechterhengel. Daar zitten we te tikken. Te mooi, ik kan er uren naar kijken, dat is een feedertop. Als ik vannacht in bed lig, dan droom ik, zie ik dat ding voor me, jongen. En dan te doen, dan zit ik recht op in bed. Echt waar, dat is geen grap. Vroeger met de dobber ook altijd. De hele dag een dobber staan, ging slapen en zag je alleen maar dobbers ondergaan. Maar dan ging een ijsvogel. Mooi. Oeh, volgens mij heb ik er een aan zitten. Nee, weer mis.
Wiedermies. En ze bijt echt alleen maar op de gewone mais. Dat is echt heel frappant. Al het andere heb ik gewoon nog geen beet op gehad. Nog geen tik. Ja, wel een tikje, maar geen beet. Alleen maar op de gewone goedkope Albert Heijn mais. Maar goed, iets langer laten gaan, denk ik. Ik heb hem op de lijnclip staan natuurlijk. Ik weet niet welke vis mij de hele tijd zo aan het treiteren is. Ik heb er eentje dan tegen de overkant aangegooid. Om eens, gewoon om te kijken of ze daar iets doen. Dat is niet wat ik gevoerd heb gisteren. Dus. Ja, ik zo ook weer binnen. En ga er toch echt gewoon de mais aan doen. Baal dat ik de maaien ben vergeten. Had ook nog wel een goede kans gemaakt. Hier. Maar goed, we'll see. Oh, oh, oh. Oh, niet er aan de lijn in, jongen. Wilde bras. Wilde motherfucker. Even kijken, ik niet hier drin flikker. Dat zijn wel flinke lappen, jongen. Dat zijn wel lappen. Eens kijken, man. Dikke lappen. Flink lopen. Hier. Roestig, roestig. Hoppakee. En een netje. Hoe zit jij? Beter even wat beter. Ik denk dat ik de code een beetje gekraakt heb. Althans, dat lijkt zo. Ik heb allerlei aas geprobeerd, maar allemaal redelijk groot aas. En ik heb even een test gedaan een beetje. Eén hengel gewoon één klein maiskorreltje uit blik. En de andere hengel drie maiskorrels. Ik kreeg eigenlijk het alleen maar op die met één maiskorrel kreeg ik maar beter. Dus ik denk dat ze toch wat voorzichtiger zijn nog of zo. Ik weet niet. Oeh, daar heb ik weer beet. Ja. Oeh, kijk eens, jongens, ja.
Het zijn redelijk felle brasems. Op een of andere manier. Niet in mijn... Niet door mijn andere... Oh kut, het is niet door mijn andere lijn hier. Ik ben zo met amateur alert. Amateur alert. Oh, die zit er goed doorheen, denk ik. Oh, dit is beet. Nee, het is een andere lijn. Kut. Kutzooi. Kutzooi. Amateur alert. Sorry hoor, jongens. Oh, dan doen we mijn takken in de vlucht. Ja, even snel. Onthoud. Ja, rustig, rustig, rustig. Til hem even op de start op. Ik kan die in ieder geval snel terug. Hoe zit jij? Ja, die is los. Pipepukkels op deze zitten in ieder geval. Rustig. Wat een wilde. Hier blijven. Net weg. Shit, zorg je alles door elkaar. Hij is los. Oké. Dan heb ik gewoon een beetje geluk bij een ongeluk of is gewoon mijn lijn door. Mijn lijn door. Sorry jongens, echt weer amateur alert. Oh, ja, oké. Soms kom je er goed vanaf. Dat was weer een mooie plotte. En ik was net al aan het vertellen. Voordat ik beet kreeg, zeg, vangen ze allemaal nu op één maiskorrel. Andere combinaties werken nu niet. Misschien straks weer gewoon één maiskorrel uit blik eraan. En dan nog wat voer in de korf en ook wat maiskorrels in de korf nog. Kijk, is dit de linker of de rechterhengel? Dat is de rechterhengel, denk ik. Oh, even kijken. 1, 2. Boek. Even laten zinken. Slagje draaien. Ready is Kees. Dan... Deze even in orde maken weer. Ja, mazzel dat het allemaal niet zo in de knoop zit, zeg. Bobo. Ja. Yep. Die brazen was gelukkig nog een beetje goed vasthouden aan zijn start. Moest wel eventjes, want alles, alle lijnen gingen om hem heen. Maar die was goed vastgehouden, die zat nog onder de pipepukkels, dus die slipte niet zo snel weg. Is het ook weer geluk bij een ongeluk? Is mijn geluksdag vandaag volgens mij. Zo, een maiskorreltje eraan. Op de her, weer haakloos natuurlijk. Het is alleen maar zonder weerhaken. Ik heb alle onderlijntjes met weerhaken heb ik weggeflikkerd, want die breekt toch niet meer. Zo relaxed onthaken en ja, misschien dat je er ooit één keer een vis mee mist of zo, maar maakt me er niet zoveel uit. Punch.
Sorry jongens, het was even wat hectiek. Eerst een brasem die door de lijn heen was gezwommen. Even los moeten maken en ik zat nog geen 5 minuten daarna en een brasem die weer op de rechterhengel beet. Ik denk, ja, laat niet nog een keer gebeuren dat die weer door de lijn heen gaat. Dus ik moest een beetje opletten, maar het is best lastig, want ik zit redelijk dicht op mijn hengels. En dan heb ik nog een camera op de hengeltoppen staan. Dus voor de live aanbieden te filmen. Vandaag extra aan het proberen. Lukt ook wel aardig. En verder een hoop spullen zo. Weet je, dan moet je echt opletten waar je stopt eigenlijk. Hetzelfde geldt, struikel je over het statief, flikt de camera het water in of zo. Moeten we niet hebben. Weer dan een lap. Oh, wat een joekel. Wat een joekel. Wat een joekel. Kijk, dan ligt je ook lekker stil in het net. Een paar pukkels erop. Patricia paar pukkels. Lalalala. Hoppakee. Dan gaat hij weer, mijn zilveren vriend. Doei doei. Het is een beetje een gekke tijd voor mij nu. Gisteren teruggekomen uit Spanje. Voor mijn werk en eigenlijk 3-4 dagen daar geweest, wel lang. En dat is allemaal hartstikke leuk, maar als ik dan thuis kom, ben ik echt helemaal kapot. Alleen met mensen praten zo en zo, probeer ik me nog een beetje af te zonderen, want dat vind ik altijd wel fijn. Maar het is niet altijd makkelijk in zo'n omgeving. Dus ik kwam thuis, ik was echt helemaal kapot, jongen. Echt dringend de behoefte om te gaan vissen weer en gewoon ook om even alleen te zijn. Sommige mensen vinden, oh, die amateurvisser, een goede gast. Kun je lachen en zo. Is natuurlijk ook wel, maar als ik onder veel mensen ben, dan ben ik eigenlijk heel erg stil. Ik ben niet zo'n socializer. Alle vrouwen denken dat ik autistisch ben, dat ben ik niet. Dat is gewoon omdat ik niet zo socialize. Daar ben ik nooit zo goed in. Ik heb liever een paar hele goede vrienden dan 100 vage kennissen. Ja, dat is ieder voor zich natuurlijk. Ik bedoel, er is geen goed of fout aan. Maar als je mij op een feestje neerzet met 50 man, dan voel ik me ziek. Dan voel ik me echt ziek. Dan kun je wel zeggen, als je niet zo aan, zet je eroverheen. Maar dat lukt gewoon niet. Ik vind dat te heftig. Dus ja, dan zoek ik mijn refuge, mijn... rust maar tijdens het vissen en dat lukt aardig. Sterker nog, dat lukt perfect, moet ik wel zeggen. Zo ieder zijn dingen. Can you keep a secret? A story of the stars. We'll dream until the morning comes around. Cinnamon and sweater vests and castles in the sky. You can pick me up and spin me around. Jongens, ik kreeg net even een klapper. Niet normaal. Ik was een beetje niet in het opletten en in één keer die hengel met die boilie helemaal krom. Dus ik haal hem naar binnen en trekt werkelijk zo hard. Dat moet een zeel. Oh, ik heb beet. Dat moet een zeelt zijn geweest. Kan niet anders. Pats door de lijn heen getrokken. Alles straf, korf straf, powergum eraf, alles straf. Ze zwemt nu ergens een zeelt met mijn materiaal in zijn bek. Natuurlijk nooit leuk, maar ja, goed, dat gebeurt gewoon af en toe. Hè. Soms, niet heel vaak. Mijn hengel gaat flink krom. Ik zit aan die korf te vreten. Maar dus, wat ik zei, er zit geen weerhaak aan, dus die zeelt die komt er wel weer vanaf. Maar was wel balen, was echt op die boilie, jongen, echt een knaller. Pets door de lijn in. Ja, dat is toch een goed teken, zeg maar.
mijn hengel in de gaten houden, want die gaat dadelijk weer. Even bij de pinken blijven. Eentje op de boilie met mais. Ander ook nog bit. Twee engels tegelijk bit. Ja, die ander heeft losgelaten gelukkig. Okay. Boilie met mais. Dikke lappen zijn het. Dikke bloesems. Weer terug. Weer. Zo'n dikke vissen. Hier in de boom. Zo. Oeh, daar gaat er nog eentje. Jep, nog eentje. Op nummer 2. Wow. Dubbele aanbied. Alleen op amateurvisser.nl. Brasemkoning van Nederland. Ja, tot al. Daar komt ie. Come to daddy, motherfucker. Deze heb ik op Chuck Mice. Dus ze beginnen nu toch ook op andere dingen te bijten dan alleen op mais. Zo. Die ook weer terug. Gaat die weg. Oeh, intens. Nou, ik heb nu geen hengel meer uit liggen, dus ik kan even rustig filmen. En eentje had ik tussen Chuck Mice. Deze. Ik zal daar even voer laten zien wat ik gebruik, of in ieder geval het haakaas. Wat ik zo al geprobeerd heb en wat wel en wat niet werkt. Nou, ik heb nu het gevoel dat de vis wel echt op de stek is. Dus ik denk dat. Oh. Kut. Ik denk dat alles wel werkt nu. Wat ik erin flikker, maar. Nou goed. Here we go again. Joek. Die ligt. Zal ik even het voer laten zien. Ik heb deze oozing boilies van Sonibates, half drijvend. En die oozen, dat betekent, je ziet wel mijn rode vingers, die geven af. En het water geven die geurstof af.
Deze heb ik nog niks opgevangen, ook niet heel veel mee gevist. Deze heb ik er net eentje opgevangen in combinatie met mais. Tutti frutti, de andere was krill. En dan de welbekende chuck mais heb ik net ook opgevangen. Chuck, Halaxali, naturel smaak. Doet het eigenlijk altijd. En houdbaar. Verder heb ik nog geprobeerd. Pellets, knoflook pellets. Ik weet niet van wie deze zijn. Volgens mij Dynamite Beach pellets. Ook meestal wel goed. Dan nog gewoon de Albert Heijn mais. Daar heb ik nu de meeste nog op gevangen. Goedkoopste ook. En smaakjes die ik nog geprobeerd heb zijn deze Halibut Haze van Goo. Een corn twist, maar heb ik maar een paar keer geprobeerd. Heb ik niet echt nog mee gevist. Oh. En dan heb ik nog deze boilies. Daar heb ik net de klapper op gehad. Die door mijn lijn introk. Dat zijn deze van Original Baits. Smaak melkbanaan. Dus nou, dat is een beetje waar ik vandaag mee aan het proberen ben. En zoals altijd gaat de mais weer het beste. Dat is eigenlijk vaak wel. Zeker als je op brasem vist. Als je eigenlijk op kaper vist, zeg maar. Oh, eventjes te zien. Als je eigenlijk op kaper vist, zeg maar, dan ja, werkt mais ook wel. Maar dan zit je altijd met brasem als bijvangst. En als je dat niet wil, is dat best wel irritant. Maar ik vis vandaag op brasem, dus ik ga gewoon met mais aan de slag. Het is een uurtje of 5:30. Schaduwen beginnen een beetje langzaam te vallen. Ik heb werkelijk de ene aanbeet naar de andere, niet normaal. Maakt ook niet uit wat ik eraan doe, het beet overal op. Nu, vanmiddag niet, maar nu wel. En ik zit nu op 26 stuks brasem. 26. Dat is gewoon heel gewicht. Kun je lang van eten. Als je het echt nodig hebt. Het begint een beetje donkerder te worden. Ik kreeg net wel een aanbied op de boilie, maar waarschijnlijk ook weer gewoon op de korf. In boilie hebben ze toch niet echt zoveel zin in, lijkt het. Maar goed, blijven proberen. Het is denk ik 6 uur of zo nu. Klonk. Ze beten vandaag vooral ja, op mais en op de korf beten ze. De boilie aan doe kreeg ik heel veel aanbeten. Ook snoeiharde, maar er was maar eentje die echt bleef hangen. En de rest zit gewoon tegen die korf aan te beuken. Dus ik heb een beetje het probleem dat, dat mijn grondvoer misschien lekkerder is dan mijn aas. Dat zou kunnen natuurlijk, hè? Ik weet het ook niet. Zien we wel.
op de rechterhengel. Het blijft wel spannend de hele dag eigenlijk. Altijd wel iets wat er gebeurt. Nou, kut. Het ook een beet. Oh, de hel. Geef toch op met die boilies. Die zijn 12 mm. Ik denk toch echt te dik. Althans voor deze tijd van het jaar misschien wat te dik. Dus boilies gaan eraf. Een pallet gaat eraan. Waarom? Omdat het kan. Doosje pallet. Een Halibut palletje eraan doen. Uitboren. Ik heb wel met pallets voorgevoerd, bedenk ik me net. Ah, niet beter nu, niet beter. Ik ben nu bezig. Niet aanbijten nu. Motherfuckers. En dan zou je zeggen dat je met pallets ook wel iets moet kunnen vangen. Dus een beetje voer erin en dan wat losse pallets erin. En dan weer wat voer erop. Hoppakee. Eens proberen of ze daar wat zin in hebben. Je weet het niet, hè. Is dat wel een brasem? Ja, dat is wel een brasem, ja. Zo'n beetje echt zilverkleurig. Wat is dit? Oeh, rustig. Zo zilverkleurig. Een aparte vis. Zo jongens, dat was het voor vandaag. Meer dan 13 brasems gevangen, mag niet klagen. Een mooie zilverkleurige. Helaas één zeel denk ik weggeglipt. Wel, dat kan gebeuren. Maar ik heb me goed vermaakt. Het begint nu een beetje af te koelen. Of het kouder. Dus vond je een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vind ik altijd leuk. Subscribe je op het amateurvisser.nl YouTube kanaal. En ik zou zeggen, keep on fishing jongens. Tot de volgende Feel of Friday of whatever it will be. Vaste stokvisser wordt het volgens mij. Tot de volgende aflevering, hè jongens. Goedjes, fijne avond. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Everything is